Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag weer een echt of slecht. En ik weet zelf ook niet wat erin zit. Mijn moeder en mijn broertje hebben het voor mij gehaald. Dus we gaan kijken. Ik krijg het niet open, dus ik heb even een mesje. Altijd van je afsnijden. Oh, dat heb ik net al niet doen. Het is bijna open. Ik zal wel een dichtje doen. En ik heb hier een brief. Oh. En daar staat alles op en hier staat een knolpowerboek. Daar ben ik heel blij mee. Want kijk. En deze krijg ik dan stiekem van mijn broertje voor mijn verjaardag. Ik ga hem openmaken. Je bent nog lang niet jarig. Ik ben nog lang niet jarig, maar stiekem is het gewoon voor mijn verjaardag. En zoals je ziet is de voorkant gemaakt met allemaal foto's. Er zit nog wat in een zakje. En zo'n knolhandtekening. We gaan er even doorheen bladeren, want we moeten wel weten of het een echt leuk boek is of een slecht boek is. En we gaan er even doorheen bladeren. Oké. Hier. Hier staan ook allemaal dingen in. Hier staat bijvoorbeeld, iedere minuut komt er wereldwijd 300 uur aan nieuwe video's bij op YouTube. Dus iedere minuut komen er wereldwijd 300 uur aan video's online te staan. Dat is echt heel veel. En dan staat er ook bij van wie is Enzo Knol. En dan nog een kijker. Dus hij zet er staan ook allemaal kijkers in. En er zijn allemaal dingen in. En dan gaan we even kijken erin. Nou, ik ga een klein stukje voorlezen, maar ik ken dit lesje, dus sorry als ik een beetje haper. En ik ga natuurlijk niet alles vertellen, want dan moet je hem zelf kopen. Oké. Okay. Ik wilde geen saai leesboek met mijn levensverhaal. Want kom op, ik ben nog maar 22. Nee, ik wilde een tof boek met veel foto's, tips voor als je jezelf wil gaan vloggen. En interviews met mijn moeder, opa, oma, Milan en D. Naast Julia komen ook een aantal andere fans aan het woord. Want zonder mijn fans zou ik helemaal nergens zijn. Veel plezier met mijn boek. Ik hoop dat je net zo super tof vindt als ik. Dikke vette peace en zo. En dan gaan we er gewoon even heen bladeren. En hier zegt hij bijvoorbeeld, het zijn allemaal vragen. En dan staat erbij petje op of petje af. En dan het antwoord. Dus ik zal er even gelijk het eerste voorlezen. Heb je een tattoo? Het lijkt me wel vet om er één te hebben. Een kleintje, maar wat voor tattoo dat dan zal zijn, weet ik niet. Ergens op een plek waar je het niet ziet als je kleren draagt. Dus allemaal van die vragen waar je van denkt, oké, dat weet je toch. Maar dan waar die dan nog eens extra antwoord op geeft en uitlegt. Dat is ook wel leuk. Nou, hier staat ook spoedcursus vloggen. Dit ga ik zo even doorlezen. Nou, ik ga het hele boek natuurlijk lezen. Maar ik vlog zelf ook nog maar net. Ik heb nog maar heel weinig gevlogd. Maar ik wil wel meer gaan vloggen. Maar dus dit vind ik wel handig. Er staat aan het einde ook de grote Enzo Knol quiz. En dat is heel leuk om in te vullen. Want ik kijk 2 keer per dag Enzo Knol om 4 uur en 7 uur. En ja, hij is wel mijn voorbeeld met vloggen voor mij. Nog één ding. En hier staat,
Enzo heeft 15 petjes, maar hij gebruikt er maar 2. Die andere 13 heeft hij gekocht omdat ik een nieuw petje wilde hebben. Maar ik zet ze nooit op. Sterker nog, ze liggen in een kast waarvan de deur bijna nooit open gaat. Dus ik zie ze bijna niet. En nu ga ik zeggen wat ik ervan vind. Of ik het een echt of een slecht vind. En daarbij kijk ik van wat ik nu toe heb gezien en hoe het eruit ziet. Ik vind het er super leuk uitziet, het boek. En zoals je ziet, het bestaat uit allemaal kijkers en foto's van Enzo. En ik vind het heel leuk dat je ook zo'n kaartje erbij krijgt met Enzo Knol handtekening. En ik kijk ook met mijn dyslect, want kijk, je hebt hele wat kleinere letters, maar die zijn gewoon nog makkelijk te lezen. En ook hele grote letters, zoals dit. En ik vind het een heel leuk boek en ik geef natuurlijk een echt. En dank voor het kijken naar deze video en like nog even en abonneer nog even en doei!